Het is 14 mei en soms moet je dingen doen die buiten je comfortzone vallen. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hallo, ik ben Gijs Hovers en ik neem je mee in de wereld van autisme. Of misschien wel in het leven zelf, daar komen we gedurende deze vlogs voor achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Zoals ik al zei, soms moet je dingen doen die gewoon heel erg gek zijn. En zoals deze keer gaan we gewoon in een bizarre hoge draaimolen. De dag gaat het ding naar boven, dus dat wordt helemaal hilarisch. Tussen die tijd moeten we het gewoon nog even doen met een valse Gordon die hier aan het zingen is op de achtergrond. Heerlijk, dat soort carnavalsmuziek. Het doet me helemaal denken aan mijn Brabantse roots. Oh ja, het schijnt trouwens ook dat er op de kermis heel veel prikkels zijn. Ja, ik merk daar eigenlijk niks van op dit moment. Helemaal niks. Zoals ik al zei, dit was een nieuwe vlog, maar ik zweet nu in peentjes gewoon. Oké. Okay. Moet mijn telefoon nog vasthouden. Woehoe, we gaan vliegen! Damn! Woehoe. Oh, help! En dan moet ik mijn telefoon nog vasthouden. Nou, ik doe mijn telefoon even in mijn zak. Ah, oh, dit is best wel fucking hoog. Uit je comfortzone stap. Damn! Ja, ik vind het heel leuk. Comfortzone verlegd. Ja, maar nu mag hij ook alweer naar beneden. Waar zit hier die knop? Dus zijn we weer beneden. Dus ja, we waren zeg maar helemaal daar boven, zeg maar. Ja, heel hoog. Nu zijn we weer beneden. Dat was comfortzone. Nou, ik heb zeg maar aan de touw vastgehouden. Ik vond het best wel raar dat er hier gewoon duct tape omheen zat. Maar ja, dat geeft toch niet een heel veilig gevoel.